Ik ben bij het Joods Historisch Museum en ik ben hier om de tentoonstelling Joden en het Oranjehuis 400 bewogen jaren te bekijken. En ik word rondgeleid door de conservator. Hallo, leuk om hier te zijn. Fijn dat je er kon komen. Hartstikke welkom hier in het museum. Ja, wat gaan we zien? We gaan naar de tentoonstelling Joden en het Huis van Oranje 400 bewogen jaren kijken. Daarin gaan we door die vier eeuwen heen en kijken hoe de relatie tussen de Joodse gemeenschap en het Huis van Oranje steeds veranderd is. We zitten bij het eerste gedeelte van de tentoonstelling. Hoe is de relatie eigenlijk begonnen tussen het Huis van Oranje en de Joden? Nou, de Joden die kwamen rond 1600 naar de Republiek. En je moet je voorstellen in die tijd dat in Europa waren heel veel godsdienstoorlogen en minderheden werden overal vervolgd. Maar in de Republiek was gewetensvrijheid en het was met name Willem van Oranje die een grote voorvechter was geweest van die gewetensvrijheid. Dus in heel veel plaatsen in de Republiek konden de Joden zich vestigen. Dit schilderij is een portret van Benjamin Cohen. Hij woonde in Amersfoort en hij was een hele rijke tabakshandelaar. En hij heeft met name toen deze persoon, dat is stadhouder Willem V, uit Den Haag weg moest omdat de patriotten oprukten, Benjamin Cohen zijn huis in Amersfoort, heeft hij hem als onderdak gegeven. En hij was daar zo blij mee, was zo dankbaar aan Benjamin Cohen, dat hij hem dit portret van zichzelf cadeau heeft gegeven. In deze tijd was het een goede relatie tussen de Oranjes en de Joden? Ja, het was een relatie vooral van een enorme loyaliteit van de hele Joodse gemeenschap aan de Oranjes. Dat is echt heel erg belangrijk hiervoor. Dus die band die ging door, hè? Die hele positieve band tussen de Oranjes en de Joodse gemeenschap. En het was nu echt de hele Joodse gemeenschap die achter die Oranjes stond. Dit moet echt een van de topstukken zijn. Ik herken Willem III daarin. Ja, klopt. Het is inderdaad een van de topstukken van deze tentoonstelling. Een ontzettende mooie hanger. Met in het midden een grote diamant. En daar is de kop inderdaad van Willem III ingesneden. Door een zekere Moses Eleazar Cohen Tartas de Vries. Een hele lange naam. Ja. Het is een staaltje van echt vakmanschap. Mooier kan niet. Hij is daar 5 jaar mee bezig geweest. En het is met heel veel relief, bijna hologramachtig, prachtig. Ja, heel uniek. Heel uniek inderdaad. Leuk dat je er echt boven kan hangen ook. Ja. Nu zien we 1937 de zanghulde waarbij het lied Oranje en Israël wordt gezongen. Wat de band, die eeuwenoude band tussen de Oranjes en de Joodse gemeenschap bezint. En je ziet ze hier ook weer op het Jonas Daniel Meijerplein komen, al die blije kinderen. Ja. Het is geweldig dat we dit gevonden hebben. We horen ook de echte originele geluidsfragmenten hieronder. 1200 kinderen. En het zijn vooral kinderen uit deze buurt. Dus het zijn die armere Joden die hier in deze Jodenbuurt wonen. En dat is ook het dubbele van wat je ziet als je naar deze beelden kijkt. 37. 5 jaar later was de oorlog al 2 jaar aan de gang en zijn natuurlijk de deportaties begonnen. En je kunt er vergif op innemen dat het gros van de kinderen en van de mensen die je hier op dit plein ziet. Zal het zijn 99% misschien? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar het grootste aantal. Hè. We weten hoeveel Joden er omgekomen zijn en het grootste aantal zonder meer. Ja, het is onvoorstelbaar als je al die mensen daar ziet, als je dat zo uitzoomt en dan beseft, weten wat er 2 jaar later begint en weer 2 jaar later echt in werking wordt gezet. Ja, precies. Verbijsterend. Ja. Ja. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. We hebben nu eigenlijk de goede relatie gezien en dit is eigenlijk wel een dieptepunt in de relatie. Ja. Je moet je voorstellen, die jaren hiervoor had men echt een onvoorwaardelijk vertrouwen in die Oranjes, in de bescherming door die Oranjes. En daarom is dit juist zo ontzettend wrang als je naar deze stem luistert van Wilhelmina over Radio Oranje vanuit Londen. Nou ja, daar zegt ze eigenlijk iets met een gelaten betrokkenheid, zou je kunnen zeggen. En
Ik wilde het heel sober houden, dit gedeelte. Maar ik heb er een fragment bij gedaan uit 24 februari 1943. Wanneer ze zich enorm opwindt over de arbeidsaanzet. Dus op het moment dat de Duitsers jonge mannen naar Duitsland sturen voor de oorlogsindustrie. En dat soort ferme taal, die stellingname van Wilhelmina, die hoor je niet terug wanneer ze het over de Joden heeft. En dan zegt ze helaas, geloof ik. Ja, in het laatste fragment, inderdaad, 31 december, een oudejaarsspeech, dan zegt ze, onze Joodse landgenoten, wier vernietiging helaas bijna een feit is geworden. En daar schrok ik zelf ook wel heel erg van toen ik dat hoorde. Ja. En in het bijzonder onze Joodse landgenoten, wier vernietiging helaas bijna een feit is geworden, ten offer zijn gevallen. Heeft het lang geduurd voordat het hersteld is? In 1966 trouwt Beatrix met prins Klaus. En eigenlijk vanaf dat moment, wanneer Klaus komt en men ziet hoezeer hij integer is en hoe hij ontzettend bezig is en betrokken voelt bij de ellende, dan krijg je al heel snel, met name vanaf 1970, een omslag. Het heeft hem altijd enorm geraakt. De rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik vond het ontzettend interessant om te zien en het komt ook echt te leven. En het was een deel van de Oranje geschiedenis die ik niet kende. Maar mooi om die 400 jaar geschiedenis die echt in beeld wordt gebracht en tot leven komt zelfs een beetje, hier te zien. Dus dank je wel. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om je rond te leiden. Ik kom vooral nog een keer terug, want het is veel te zien natuurlijk. Ja. We hebben niet alles gezien. Ik ga in ieder geval zeggen dat iedereen moet komen. Nou, dus, dat is fantastisch. Dankjewel. Ja, ook hartstikke bedankt.